Lova en Lode. Wat een leuke naam eigenlijk zo bij elkaar. En wat een leuk duo zit er tegenover mij. Namelijk de mentor en de mentee vanuit de NL Groeit. Ja. Lova, vertel eens iets over jezelf en over je bedrijf. Mijn naam is Lova en mijn bedrijf is Lightning Video Editors. Het is een video marketing agency waar dat wij een algoritme hebben uitgevonden om het editen sneller te laten gaan. Oké, dat is heel gecompliceerd klinkt het. Maar volgens mij, Lode, jij als mentor hebt gelijk door wat hij wilde, of niet? Nou, ik vond het een heel goed idee. Wat ik leuk vond was toen Lode mij aan tafel kwam zitten, is dat hij een heel goed, heel commercieel en vernieuwend idee had. En dan is het al heel leuk om iemand te helpen. Als de basis al heel goed is, ja. Dan is het leuk om samen te kijken hoe je daarmee kan groeien. Ja, want Lova, jij bent bij Lode terechtgekomen als mentor. Dan moet het ook een klik zijn. En jij gaf aan, Lode, ja, het idee was heel vernieuwend. Ik vond het heel leuk om dat te horen. Heel enthousiast. Is het voor jou lastig om hulp te vragen dan? Terwijl, omdat het zo jouw eigen idee is? Nee. Ik heb in ondernemerschap geleerd dat als je wilt slagen, dat je hulp moet vragen. Het moeilijke zit erin dat je hulp moet vragen aan de juiste mensen. En iemand zoals Lode is heel zeldzaam, dus ik was super blij dat ik de tijd kon hebben met hem. Ja, en je krijgt een heel jong iemand aan je gekoppeld, Lode. Levert het voor jou ook nog wat op als mentor zijnde? Dat je zegt van joh, ik leer daar ook weer van dat het een wisselwerking is? Ja, natuurlijk. Dat is eigenlijk ook wel de verrassing van het mentorschap. Eigenlijk is het veel meer ondernemers helpen elkaar. En ervaren ondernemers kunnen nieuwe ondernemers helpen met hun ervaring. Maar andersom kunnen nieuwe ondernemers, ervaren ondernemers ook weer helpen met hun frisse ideeën en een nieuwe kijk op ondernemers. Ik denk dat het voor ons allebei even leuk is geweest. Met nieuwe kennis, nieuwe ideeën. Ja. Dus eigenlijk zeg je wel, ja, er zit een mentortraject. Maar we doen het samen. Want we leren van elkaar. En ook jij leert van Lode en Lode leert van jou. En daardoor kan je ook groeien en versnellen, denk ik. Ja. Ja. Wat is het grootste inzicht wat je nu hebt gehad bij de juiste mentor, zoals je net aangaf? Ja. Dat je zegt, van daar kan ik verder mee. Sowieso dat we meer kunnen doen met minder. Toen ik bij Lode terechtkwam, hadden we heel veel werknemers. En wat ik gezien had vooral en geleerd uit onze gesprekken, is dat ik met minder werknemers die... ja, meer sterke punten hebben, veel meer gedaan kan krijgen. En dus ik heb heel veel soort van geherstructureerd, geautomatiseerd waar ik kon. En we zijn nu met iets minder mensen, maar we hebben denk ik een van de beste maanden nu in februari gehad. Dus eigenlijk door inzicht te krijgen in een andere strategie, andere bedrijfscultuur, ja. Heb je eigenlijk je schaalbaarheid kunnen vergroten? Ja, ik denk wat het juist is, is als je naar netwerkavonden gaat, dan krijg je altijd de vraag van hoeveel werknemers heb je? En als onervaren ondernemer denk ik dan, oh, ik moet heel veel werknemers hebben om succesvol te zijn. En als je dan met iemand zit die ervaring heeft, dan zie je direct ook hoe dat die zijn bedrijf runt. Ja. En wat je dan merkt is dat de heel ervaren ondernemers juist zo weinig mogelijk werknemers hebben. En dat was een inzicht dat ik niet had daarvoor. Ja, dat is een mooi inzicht. Wat was de grootste confrontatie die jij had bij dit traject? Waar ben je tegenaan gelopen? Vooral mijn boodschap overbrengen op een duidelijke manier. Dat is dan net iets dat ik heel goed doe voor klanten blijkbaar, maar niet zo goed voor mij. En dat traject om wat duidelijker te communiceren, ja, heeft veel geholpen. Ja. En ook wat kalmer ondernemen in plaats van vol gas geven altijd. Oké, dus eigenlijk... Trap Lode af en toe op de rem, maar door juist op de rem te trappen, ga je eigenlijk sneller. Ik ben niet zeker dat hij op de rem heeft getrapt, meer een inzicht gegeven, waardoor dat ik minder moest stressen, wat op zich heel waardevol is. Ja. Mooi is zo'n mentor naast je. Ja. Nou, het is ook een beetje meer gerichtheid. Er wordt verwacht van de ondernemer en van de eigenaar van het bedrijf dat hij iedere dag altijd de aanjagende factor is en altijd de motor. En dat is ook zo. Maar dat wil niet zeggen dat je dan maar altijd maar 100 km per uur moet gaan zonder nog te kijken waar je heen gaat. Ja. Ja. Dus dat werkt altijd goed met een confrontatie met een ondernemer. Is dat eerst moet hij zelf maar eens even uitleggen, want ja, ik ken hem niet. Dus nou, vertel maar eens even wat je doet. En dan zie je al vaak dat dat best nog tegenvalt. Dat heb ik zelf ook in het begin gehad. Dat ik wist precies wat ik deed, totdat iemand vroeg...
Wat doe je eigenlijk? En daar was ik heel lang mee bezig om uit te leggen wat ik eigenlijk aan het doen was. Ja. Dus daar begint eigenlijk al een soort rustpunt van, nou wacht nou eens eventjes, vertel nou eens even rustig wat je aan het doen bent. Oh, dus, is het dus eigenlijk dit? Nee, dat is niet. Doe het eens dus even, is het misschien dat? En dan komt er eigenlijk, het is niet afremmen, maar het is wel een bepaalde mentale rust creëren, zodat je weer overzicht hebt en weer al je energie op de juiste manier kan gebruiken. Mooi. Dat is ontzettend mooi om te horen, want het geeft ook rust bij jou, bij het ondernemen. En Lode, waarom ben jij ooit mentor geworden voor Engelgort? Wat heeft het jou gebracht? Ik ben mentor geworden omdat ik ben op een gegeven moment achtergekomen dat er twee soorten mensen in de wereld zijn. Dat zijn ondernemers en niet-ondernemers. En ondernemers hebben allemaal altijd met hetzelfde te maken. Met hetzelfde gedoe en ook met dezelfde dromen. En met dezelfde. Ze lopen tegen dezelfde muren op en ze hebben dezelfde vragen. Maakt niet uit of je een ervaren ondernemer bent of beginnende ondernemer. Maakt het niet uit in welke industrie je zit. Dus daarom is. Lovers uit al eventjes, als je verder wil komen, dan moet je vragen. En dat is, daarom dacht ik, was het voor mij ook een no-brainer om, toen ik de kans er was, om andere ondernemers te helpen, om dat te gaan doen. En als cadeautje heb ik daar ook weer heel veel van geleerd. Nou, mooi. Dat is heel mooi om te horen. Ik denk dat ik daar aan toe te voegen, heb ik daarmee gaan afsluiten? Of heb jij nog een uitsmijter, Lover, waar je zegt, alle ondernemers hier naar kijken? Wel, voor ondernemers die zich willen inschrijven voor Engelgort, zou ik zeker aanraden om het te doen. Want de ondernemers die je hier ontmoet als mentors, is the real deal. Oké, nou, ik zeg helemaal niks meer. Ik wil je hartelijk bedanken voor dit gesprek, dit interview. En ik wens jullie heel veel succes.